vandaag ja, is Soul & Pimp Sessions gekomen. En dat is echt een zalige groep. Echt. Niet normaal. We hebben ze net gezien en echt een lap opgeven. Of niet? Ja, echt de dynamiek tot en met. Andere jazz. Ja, echt energie. Ja, die, als ik die mensen zie optreden, hè, dus van echt zo wat kippenvel moment. Snap je? Jong en oud die echt meedoen met de banden en met de band, dus dat is ook wel heel fijn. Er krijg je ook meer goesting door zelf. Het gaat meer om de kwaliteit die ze brengen, dus allee, wie dat zijn, dat maakt niet echt veel uit. Voor ons is gewoon muziek het belangrijkste, dat is alles wat telt. Het is hier leuk. Het is, ja, bij Lookover is natuurlijk een mooie locatie. En, ja, het is hier een prachtige binnenkoer, een beetje historische setting, typisch Gent, dus kon niet beter eigenlijk. Ik ken wel iets van de klassiekers en zo, maar zeker niet modernere werk. En Trixie Whitley is gewoon iemand die ik echt zo op MySpace heb leren kennen en ja, grote fan. En dat speelt natuurlijk ook een rol. Nee, ze is gewoon echt getalenteerd en ze heeft een super goede stem en sterke songs. En haar entourage, Daniel Anouar en zo, is allemaal klasse. Ja. Grote fan en daarom volg ik haar en kom ik nu naar hier.